De regering betreurt het dat terwijl zij gisteren met een dialoogronde over het regeerbeleid is gestart met de vakbeweging en het bedrijfsleven, zich schermutselingen in de binnenstad hebben voorgedaan. De politie was genoodzaakt in te grijpen en heeft enkele personen voor verhoor opgebracht. In een persbericht geeft de regering aan bekend te zijn met de onvrede over de financiële situatie in het land. Echter heeft zij de overtuiging dat met vereende krachten wij uit deze situatie zullen geraken. Daarom worden alle communicatiekanalen opengehouden. President Bouterse heeft in dit kader gisteren de vakcentrale AVVS, de Moederbond, de OSAF en de call ontvangen op het presidentieel paleis. Het doel is te komen tot duurzame oplossingen die financieel haalbaar en maatschappelijk verantwoord zijn. Tijdens de ontmoeting hebben de vakcentrales enkele urgentiepunten aangehaald. Afgesproken is dat de regering zich diepgaand over deze punten zal buigen. Intussen heeft de voorzitter van de call, Hugo Blanker, een verklaring uitgegeven waarin hij zijn ontevredenheid uit over het voorlopig resultaat van de bespreking, geleid door president Bouterse. Vice-president Ashwin Adin, de minister van Toerisme, Handel en Industrie Ferdinand Welzijn en de presidentiële commissie zaten ook aan tijdens de bespreking. Vooralsnog gaan wij inhoudelijk niet in op de bespreking, zegt Blanker tegen Star News. De actuele en acute wurgende situatie voor de actieve gepensioneerde landsdienaren en hun respectieve gezinnen is volgens hem niet langer vol te houden. In elk geval houdt de call het vakbondsbelang constant in de gaten. Hier en daar leken er wel lichtpunten. Op een te houden bijeenkomst met de lidbonden van de call zal het bestuur uitgebreid verslag doen van het voorlopige resultaat. De bespreking wordt maandag 24 april voortgezet.